is de stem van Jan Timmer. Van de vele begrippen die je moet kennen om het schaakspel redelijk te kunnen spelen, is het begrip centrum een van de belangrijkste. Om dat duidelijk te maken, zullen we enkele stellingen behandelen die na bestudering alvast een eerste gevoel voor de waarde van het centrum zullen geven. Want het schaakspel is zeker niet alleen een spel van logisch denken, maar ook intuïtie speelt een grote rol. Het centrum van het schaakbord wordt gevormd door de velden D4, E4, D5 en E5. Dit is de kern van het centrum. Het totale omlijnde gebied in diagram 1 noemen we het uitgebreide centrum. Het centrum heeft een enorme betekenis. Je kunt het op een eenvoudige wijze verklaren door een dame of een paard in het centrum te plaatsen. De stukken hebben in het centrum meer bewegingsvrijheid dan aan de rand. Hun mogelijkheden zijn uitgebreider. Dit geldt zelfs voor de koning, maar zoals we weten heeft hij zijn eigen bijzonderheden. Nu is het in een schaakpartij niet zo dat het erom gaat zo snel mogelijk een paar stukken op de centrumvelden te krijgen. Het gaat eigenlijk om de invloed in, de beheersing van, de controle over het centrum. Indien een der partijen het centrum in zijn bezit heeft, dan heeft hij de mogelijkheid om via het centrum zijn operaties snel te verleggen van de ene naar de andere kant van het bord. Om die aanval op te vangen heeft de tegenstander meer tijd, zet hem dus nodig en moet tenslotte omlopen.